staan hier bij de Theresiaschool en er wordt hier vandaag hard gewerkt. Ja. Wat gebeurt er? Ja, het is eigenlijk de afronding van het project Het Park aanpassen. En de leerlingen hebben vandaag mee mogen planten om zeg maar het project af te ronden. En wat was het doel van het project? Ander speelplezier, andere speelmomenten, meer bezig zijn met verstoppertjes spelen, meer bezig zijn met water, duurzaam projecten. Je bent hier wel al een tijd mee bezig geweest, hè, qua voorbereidingen. Hoe is dat proces gegaan? 2 jaar geleden ongeveer heeft de leerlingenraad aangegeven dat ze het park niet echt gezellig vonden voor de bovenbouwleerlingen. En uiteindelijk heeft de kinderburgemeester samen met de burgemeester een plan ingediend. En vervolgens hebben we dat opgepakt via de provinciesubsidie en de gemeente, de bewoners, de omliggende kinderdagverblijf. Ja, zijn we gekomen tot dit plan. Kijk, jij woont hier boven de school? Wij wonen hier boven de school, ja. Wij zijn toen gevraagd om een keer mee te denken over de nieuwe inrichtingen van het plein. En zijn een paar keer met een aantal mensen bij elkaar geweest hier uit de buurt. Mensen die hier boven wonen, die hier aan de zijkant wonen. En van het Beertjeshuis zijn er een paar bij geweest. En wat plannen aangedragen en wat nieuwe schetsen geleverd. Olivia en Fraukje, jullie zitten hier op de Theresiaschool. Ja. En zijn jullie blij met wat er allemaal gaat gebeuren? Ja. Ja, eigenlijk wel. Want eerst hadden we alleen nog een saai toestelletje. En nu krijgen we veel meer. Dus dat is wel leuk. Want nu wordt het ook leuker voor de ouderen. Ja. Ja. Jullie hebben er eigenlijk niet zo heel lang meer iets aan. Nee, ik heb er niet veel aan. Maar na school kunnen we hier ook nog spelen. Dus ik denk dat ik dat wel ga doen. Want ik woon hier heel dichtbij. Dus. Want het is, iedereen mag komen spelen hier. Ja. Ja. Het is gewoon open. Ja, gewoon open. Ook als je hier niet woont, dan heb je alsnog, kan je ook nog hier gewoon spelen. Het vergroenen van het terrein bij de Theresiaschool is een bewonersinitiatief. Heb jij ook een idee voor in Berlicum of Den Dungen? Neem dan contact met mij op.